Voor de derde maal worden er werkzaamheden gepland aan de N271 en dat is best in een korte periode. Daarbij wordt de weg wederom tweebaans tussen Gennep en Heijen. Hoe zit dat? Eigenlijk is het, er is lang discussie over geweest, maar omdat de weg, omdat er ook veel verkeer overheen gaat, zit veel bedrijvigheid ook rondom de buurt van Heijen, is het ook besloten in overleg met de omgeving en de gemeente om nu definitief te kiezen voor een tweebaansweg. Maar die wordt dan helemaal nu opgeknapt en veiliger gemaakt. Destijds zijn er aanpassingen aan de weg gepleegd omdat er een dodelijk ongeval met een tractor viel te betreuren. Wordt de weg nu dan wel veiliger? Jazeker. Eigenlijk gebeuren er een paar dingen op de weg. Het is wel afgesproken, het blijft tweebaans vanwege de doorstroming. En dat is een groot verzoek vanuit de omgeving zelf geweest. Een paar dingen qua veiligheid. De snelheid wordt teruggeschroefd van 100 naar 80 km per uur. Er komt een tractordetectiesysteem op de weg, zodat ander verkeer weet als er landbouwverkeer op de weg zit. Omdat dat was ook de aanleiding om een aantal dingen qua veiligheid te doen. De wegmarkering wordt vernieuwd en verbeterd en duidelijker ook voor het verkeer dat geleid wordt. En er wordt ook gekeken naar de afritten bij de Brabantlaan en de Maasbrug in Gennep. Die worden aangebracht, de bochten worden wat flauwer gemaakt, zodat het ook veiliger naar aanzet komt. En er komen ook nieuwe verkeerslichten bij de aansluiting op de A77. Kunnen en mogen tractoren dan nog wel die N271 op? Ja, dat is dus wel besloten om het, dus met die aanpassing, zoals ik net zei, kunnen tractoren dan wel op de N271. Dus het wordt veiliger en het wordt overzichtelijker, denk ik. Veiliger, overzichtelijker en het blijft een goede bereikbaarheid. Dat is ook een wens van de kop van Noord-Limburg van Gennep en de bedrijvigheid en de gemeente zelf geweest. Ja, en dat hebben we goed overleg. Uiteindelijk tot deze oplossing zijn we er gezamenlijk toe gekomen. Goed nieuws, dank u wel. Ja, graag gedaan.